Arm, arm, arm. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja? Oké. Aan tafel. Yo, yo, yo. Ik ben Bram van Bright. Hi, ik ben Harm van RTL Z. En vandaag zitten wij niet alleen maar tegenover elkaar. Nee, we zitten ook naast elkaar. Ja, daar zijn we dan in één keer in VR beland, Harm. Vandaag hebben we het over VR-videobellen. De zoetste droom van Facebook. Ja, we kennen de beelden nog wel van lege straten, lege snelwegen, lege kantoren. Ja, tijdens de lockdown werkte echt iedereen thuis en ja, sindsdien zijn de kantoren dus leeg. Ja, en dat, ik doe me even af hoor. Ja, dat ging natuurlijk gepaard met een heleboel gevideobel met collega's en met vrienden. Maar dat hebben we ondertussen ook al uitgespeeld. Een echte connectie voelden we nooit. Ja, en eigenlijk is die connectie er gewoon nog steeds niet. Want heel veel kantoren zijn bezig met het hybride werken. Een deel werkt thuis, een deel werkt op kantoor. Dus moeten we nog steeds videobellen. En dat werkt niet ideaal. En daarom testen wij vandaag de zoetste droom van Facebook. We stappen in Facebook's metaverse. We stappen in Horizon Workrooms. VR videobellen. Ja, we zullen je zo even uitleggen wat je allemaal kan in die Horizon Workrooms van Facebook, in dat VR-videobellen. En hoe vet wij het vinden, of het een beetje werkt of niet. Maar eerst even, hoe zijn we hier nou gekomen? Ja, en dan komt dus het verhaal van de metaverse, het meta-universum. Stapje voor stapje komen we daar steeds dichterbij. Maar wat is het nou precies? Stel je nou eens voor een augmented reality wereld, een virtual reality wereld en een mixed reality wereld. Allemaal opgenomen in één online wereld waar jij als avatar van wereld naar wereld kan teleporteren. Of het nou een heftig racespel is, VR vergaderen met je collega's of een concert van je favoriete artiest. Het is allemaal voor jouw ogen waar jij het maar wil hebben. En dat is dus de metaverse. Dat klinkt misschien bekend. Ja, dat zou kunnen kloppen. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. Dan denk je nu misschien, ja, dit is allemaal science fiction, ver in de toekomst. Maar als je een beetje beter nadenkt, dan zijn er al hele duidelijke metaverse elementen in onze wereld aangekomen. Denk bijvoorbeeld aan Fortnite. Dat is natuurlijk voornamelijk een schietspelletje met vrolijke animaties. Maar je kunt je avatar ook meenemen naar een eiland waar alleen maar een concert is. Er was al een concert voor meer dan 12 miljoen mensen. En je gaat er ook naartoe om met je vrienden... Harm, je loopt even door mijn beeld heen. Ga maar even in je... Ja, dankjewel. Je gaat er ook naartoe om even met je vrienden te praten en te chillen. En nog belangrijker, er is ook een heel commercieel model omheen gebouwd. Je kunt jezelf als avatar aankleden, je kunt vette kleren kopen... en die kleren kun je dus ook wel meenemen van ruimte naar ruimte. En dan denk je misschien, daar maakt toch niemand gebruik van? Maar dat is niet zo. Meer dan de helft van de spelers in Fortnite maakt gebruik van de creatieve ruimte om daar op een eiland te staan en niet gewoon eventjes je collega dood te schieten. Dat is dus wat Fortnite doet met de metaverse, maar Facebook doet het helemaal op zijn eigen manier. We shouldn't really have to physically be together to feel present or collaborate or brainstorm. I think video conferencing has taken us pretty far, but We're focused on this. We think it's going to be a big use case for VR. We hebben Facebook Horizon Workrooms, een app waarin je kunt vergaderen, bellen, samenwerken in virtual reality. Je hebt dus een VR-bril nodig, je maakt een Workrooms account aan en dan kun je andere mensen uitnodigen om samen met jou te vergaderen. Een beetje zoals je gewend bent van Discord, Microsoft Teams of Slack. Gesneden koek. En als je dan in het aanmaakproces bent, dan is een van de belangrijkste dingen het aanmaken van je avatar. Je wil er natuurlijk wel waarheidsgetrouw uitzien. Nou, dit is mijn avatar. Dit is Harm, waar hij voor gekozen heeft. Grijs jackie, donkerblauwe ogen. Ja, dat is één op één Harm, dat zie je meteen. Maar dat ga je natuurlijk ook kunnen aanpassen. Ga ik even hier weg. En als je een Apple-gebruiker bent, dan komt je dit misschien wel bekend voor bij het maken van je Memoji. Je hebt dus een lichaam wat je kunt kiezen. Je kunt je haar natuurlijk kiezen. En ook niet te vergeten je gezichtsvorm. Kijk, hier heb je allemaal verschillende toeten. Bolle toet tot slanke toet. Dan kun je naar kleding en accessoires. Hoep. En dan kun je heel veel soorten jurken kiezen. Bloemetjes draaien,
lekker van die hot pants. Wat jij maar wil, voor alles is wel iets beschikbaar. Je hebt ook de Mark Zuckerberg uiterlijk. Kijk, grijs shirt, blauwe broek, kan niet missen. En je kan gewoon iets kiezen wat jij het beste bij jou vindt passen. Ja, dan even, wat kun je nou in Horizon Workrooms? Het is een mixed reality ervaring in virtual reality. En die mixed reality zit er maar in dat je je toetsenbord, je computer in de virtuele werkelijkheid kunt zien eigenlijk. En als je dat eenmaal goed hebt ingesteld, dan kan ik hier dus typen. En ik zie dus ook echt mijn handen heen en weer gaan op het toetsenbord, terwijl dat overeenkomt met hetgeen wat ik zou zien vormen als ik mijn bril af zou doen. Dus je kunt gewoon, je hoeft niet blind te kunnen typen om te kunnen typen. Klinkt dat logisch? Ja, het grappige is dus dat jij je scherm ziet, maar ik zie jouw scherm helemaal niet. Ik zie gewoon alleen maar jouw toetsenbord liggen. Het leuke is ook, als Harm gaat praten tegen mij, dan komt hij binnen op aan de linkerkant van mijn bril. Als hij vervolgens zichzelf gaat verplaatsen naar de kant rechts van mij, dan komt hij binnen op de rechterkant van mijn bril. Denk aan Apple Spatial Audio, alleen dan dus in 360 graden in VR. Iedereen die via VR hierbij komt, krijgt een plekje op de stoel. Komen er meer mensen dan vier, dan wordt de tafel gewoon groter. En over die tafel gesproken, je kunt ook de indeling van de tafel veranderen. Zo verandert in één keer, Harm is lekker op 1,5 meter gaan zitten, heel verstandig. Zijn jullie in één keer daar verplaatst en hebben wij in één keer hier het hele grote whiteboard voor ons. Mag ik nog wat laten zien? Ik heb een goeie. Was dit niet een mooi haakje naar whiteboard? Whiteboard, ja. Want hier zie je dus dat mooie whiteboard. Hè. We hebben daar een foto neergezet van Mark Zuckerberg bij een presentatie van Oculus. Nou, daaronder zie je iemand aan de gang met Oculus. En het toffe is dus dat je ook je computerscherm kunt projecteren naar datzelfde whiteboard. Share screen, druk nu op. Nou, en dan kan ik op mijn computer weer gewoon het een en ander aanzetten. En dat krijgt dus iedereen te zien die kijkt naar dat scherm. Eigenlijk zoals je het in een normale presentatie ook zou willen. Het is best wel vet, want ik kan dus een presentatie op deze manier aan jou geven in PowerPoint of whatever je gebruikt. Maar we kunnen ook met z'n tweeën gewoon kijken naar een trailer op YouTube. Ja, je ziet gewoon, hier moet nog gewoon aangesleuteld worden. Maar het idee is wel alvast heel erg gaaf. Gaan we eventjes terug weer naar dat whiteboard. Want ik kan dus zelf ook naar het whiteboard toe. Wordt ook aangegeven dat ik op moet gaan staan. Ik zie nu in één keer weer gewoon door de camera's heen van deze Oculus. Dus ik kan de ruimte nu weer in het echt zien. Maar ik zie dus dat hier dat whiteboard staat. Dan zeg ik op continue. En dan heb ik dus nu een positie voor Harm. En met de achterkant van mijn controller kan ik nu gaan tekenen. En dat werkt echt als een trein. Bright zet ik natuurlijk neer. Ik kan ook een ander kleurtje pakken. En dan daar een mooie streep onder zetten. En Harm, jij ziet nu live wat ik aan het doen ben, hè? Ja, ja, dat ziet er top uit. Dus ik kan me best wel zo voorstellen dat ik hier zou staan en een presentatie kan geven en tegelijkertijd wat aantekeningen kan maken. Ik kan dus ook de foto's erbij pakken. Ik kan de foto's groter maken en natuurlijk ook kleiner. En ik kan dan ook net op tijd nog even Mark Zuckerberg een snorretje geven. Nu heeft natuurlijk niet iedereen een VR-bril thuis, maar daar heeft Facebook ook rekening mee gehouden. Je kunt namelijk ook inhaken als gewone videobeller, zoals je ook in Teams gewend bent, in een VR-videobelgesprek. Nu ben ik dus twee keer aanwezig op onze meeting. Hallo mezelf, in een soort van spiegelbeeld. En dan zie je dus nu hier hoe je het ziet als je inhaakt via videobellen. Mark Zuckerberg kennen we natuurlijk als de CEO en oprichter van Facebook en zijn verwachtingen voor de metaverse zijn heel groot. Hij ziet het zelfs als de opvolger van het mobiele internet. En nou hoor ik je denken, Facebook, mobiel internet, de metaverse, wordt Facebook daar de baas? Nee, het is iets waar de hele tech-industrie aan samenwerkt. Een beetje zoals Second Life, kun je dat nog herinneren, maar dan zonder dat één bedrijf echt de baas is. Het idee is dat je in een metaverse van het ene bedrijf zo naar het andere bedrijf kan springen. Dat betekent wel dat al die bedrijven hun universa, hun metaverse applicaties aan elkaar moeten knopen. Dus Fortnite, Facebook, Roblox, dat moet allemaal aan elkaar gekoppeld worden. Zodat je dus van het ene wereldje met je avatar, plop, zo in één keer in die andere wereld zit. Maar het haakje is, die wereld, die metaverse, moet je op een andere manier kunnen ervaren. Doe je het in virtual reality of augmented reality of op je smartphone. Ja, als je het op je smartphone doet, dan zie je het 2D, plat dus. Maar zodra je dan je virtual reality bril of je augmented reality bril opzet, dan zit je dus in een driedimensionale weergave van die metaverse. Ja, en Mark Zuckerberg, onze vriend van Facebook, zet er hevig op in. Hij heeft er zoveel vertrouwen in dat Facebook aan het einde van dit decennium geen social media bedrijf meer zijn, maar een metaverse bedrijf. En er is een hoofdrol voor Oculus, want
uiteraard wil Zuckerberg met zijn Facebook een hele belangrijke rol spelen in die metaverse. En misschien is die rol wel groter dan de rol die Facebook nu speelt op je smartphone. Dat is Facebook Horizon Workrooms. Nou, ik moet zeggen dat ik me nog nooit eerder zo betrokken heb gevoeld bij een meeting op afstand. Hij is wel nog heel erg buggy, deze ervaring. Je kunt soms wel letterlijk door de grond heen zakken en je raakt soms armen kwijt en weet ik veel wat. Maar indrukwekkend vind ik het wel. Weet je nog de Nintendo Mii poppetjes, dat je een personage maakte van jezelf? Nou, dat is eigenlijk hoe jij er in virtuele werkelijkheid uitziet. Ja, en het is gewoon niet genoeg om de mimiek over te brengen. Want ja, als wij met elkaar aan het praten zijn, wil ik zien of jij echt lacht. En of jij misschien wel moet huilen van wat ik zeg. Of gewoon chagrijnig wordt omdat ik gewoon hele domme dingen zeg. En dat kan nu niet. Dus die ontwikkeling, ja, daar zitten we nog wel een beetje op te wachten. Plus, ja, de hardware is ook nog niet helemaal waar het moet zijn. De beeldkwaliteit blijft een beetje achter. Het blijft gewoon een beetje pixelig, ook al zit je met de Quest 2, het laatste model van Oculus. En ze zijn best wel zwaar. Als je een uur lang met dit ding op je hoofd zit, dan wil je hem wel echt graag afzetten. Ja, en wat wel heel tof is aan wat wij hier nu zien, is dat dit laat zien waar wij heen gaan met die metaverse die Mark Zuckerberg ons belooft. Wel jammer dat het dan weer van Facebook is. Nou, kniezoor die daarop let. Nou, ik vertrek weer even, Harm. Doei. Vond je dit nou een leuke video? Dan weet je wat je moet doen natuurlijk. Een duimpje omhoog. En niet te vergeten te abonneren. En ook even het belletje aan te zetten. Dan mis je namelijk nooit meer een video van ons. Ik zie je in de metaverse. Later.